Zo, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe pack opening video op mijn kanaal. Naast deze pack opening zit er vandaag ook weer wat nieuws in, want ik ga een speler review aan het einde doen. Dus mocht je daar interesse in hebben, zeker blijven kijken. We gaan een speler met wie ik veel speel, dus reviewen. Laat ik jullie even wat dingetjes van zien. Dat komt straks aan bod, maar we gaan dus eerst packs openen. Jongens, ben je nieuw op dit kanaal? Vergeet zeker niet te abonneren voor nieuwe video's van mij. Hopelijk doe je dat, ik zou het waarderen. En ja, vergeet de video zeker ook niet te liken, jongens, want het wordt een hele goede pack opening, kan ik je vast gaan verklappen. Want we gaan packs openen die ik de hele week door heb verdiend, zowel met squad building challenges heb ik er een paar van gedaan, natuurlijk met de squad battles, zo even op de naam komen, squad battles. Ik ben in elite 2 ben ik geëindigd, heel erg mijn best voor gedaan, heel veel wedstrijden voor gespeeld. Ik had eigenlijk niet verwacht dat je daar zoveel wedstrijden voor moest spelen, dus ik weet niet of me dat ooit nog gaat lukken, want ik heb helaas niet zo super veel tijd om zoveel wedstrijden te spelen. Maar goed, afgelopen weekend heb ik even gebikkeld en ja, hier ook kan je het zien, squad battles voltooid. En we zijn in Elite 2 gekomen. Dat betekent wel liefst 2 megapacks en 25.000 coins. Dus dat is lekker. En hopelijk zit er dan dus ook nog wat, ja, wat nuttigs in. Ik ben benieuwd. Dit zijn de packs. Ik heb er 13 bij elkaar verzameld. En ja, we beginnen eerst even met deze bronzen pack te openen. Daar zal natuurlijk niet zo heel veel boeiend in zitten. Want ik geloof niet dat er heel veel mensen zijn die met bronzen spelers spelen. Nou, zoals je ziet, niet veel boeiends. Gauw in de club gooien. Wie weet heb je er met de building challenges nog wat aan. En anders gaan we het wel een keertje verkopen als ik coins nodig heb. Dan, silver pack. Wat zit erin? Een Henry. Zo, een linksback met 91 pace. Dat is op zich wel netjes. Maar ja, ook zilveren spelers gebruik ik zelf eigenlijk niet om mee te spelen. Ik denk eigenlijk vrijwel niemand, want iedereen wil natuurlijk gewoon de beste spelers. Maar de beste packs die bewaren we even tot het laatst, jongens. We houden het natuurlijk spannend, hè, jongens. Het is thrillers. Brrr. Maar eens even kijken, hier nog een bronzen contract pack. Die zal ik wel uit een daily challenge gekregen hebben of zo. Nou, optee. En eens even kijken, wat zit er nog meer in? Silver pack. 2 spelers, zilver. Ben benieuwd. Dus even kijken. Een Mounir goalkeeper, nooit van gehoord. Up, snel in de club gooien. Dan 2 gouden spelers. En we hebben hier nog een ander pack. Dit was die, ja, hier, deze heb ik volgens mij in een building challenge gekregen. Leon, nou, dat schiet ook niet echt op. Of had ik die in een daily challenge? Nee, deze zal ik in een daily challenge. Ik had een building challenge gedaan. Jongens, die building challenges, kijk er echt mee uit. Want je gaat echt veel te veel coins uitgeven. Omdat je snel spelers wil kopen. En je gaat er te veel coins in uitgeven. Tenminste, dat heb ik wel gedaan. Eigenlijk boeit het me niet zoveel. Maar goed, als het jou wel boeit, moet je zeker mee uitkijken. Want je gaat gewoon snel spelers kopen om die challenge te voltooien. En je gaat het er waarschijnlijk niet uithalen. Want je krijgt wel een beloning qua pack. Maar meestal zit er natuurlijk niet veel soeps in. Dus ga je de verlies opleiden? Ik vind het persoonlijk niet zo ramp. Maar goed, mocht je dat wel vinden. We hebben hier een rechtsback. Een Kimmich van Bayern. Kijk, dat is lekker. Dat is een goede speler. Ik heb een Bundesliga team natuurlijk. Ik speel alleen zonder backs. Ik ga je zo mijn teams ook laten zien trouwens. Dus ik heb er helaas niet zoveel aan. Maar goed, hij zal wel redelijk wat op kunnen leveren, denk ik. Ik denk zo 2K. Een Groningen badge. Kijk, hartstikke leuk. Groningen badge. Dan, volgende pack. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Kijk, deze Prime Electrum Players Pack. Daar heb ik echt mijn best voor gedaan. Daar heb ik veel te veel geld aan uitgegeven in die Building Challenge. Maar goed, ik heb hem wel. Ik wilde het gewoon een keer ervaren. En dit is de ervaring. De ervaring is een spits van Stoke City, Diouf. Nou, dat is wel een beetje teleurstellend dat dat de beste speler is die uit deze pack komt. Maar ja, wat doe je eraan? Ik heb nog Vidal erbij, Armstrong, Gronkvist. Krankvist is kaal, jongens. Je is haar eraf gehaald laatst. Omdat Zweden zich plaatste. En een Julien. Julien had ik al vanwege mijn league. Een team die ik had, heb ik niet meer. Ik heb veel spelers daarvan verkocht. Hem blijkbaar nog niet. Dus hij kan lekker weg. Eens even kijken, wat is die waard? Is die waard? Nou, dat is niet heel veel. Het zal rond de 1000 coins gaan opleveren, denk ik. Even kijken hoor. Wat gaan we doen? 650 coins, ja, nou, gewoon op. Zet hem wel op 700. Het is beter dan dat je hem quick sellt. Krijgt er ietsje meer voor. Zal hem best wel kwijtraken voor deze prijs.
Dan, Jumbo Pack. Nou, laat hier dan eens wat in zitten, jongens, jongens, jongens. Nee, het is niks. Het is niks. Tenminste, niks wil ik niet zeggen. Maar het ziet veel rechts buiten uit. Paraguay, denk ik. Iturbe. Nou, hij is wel snel. En ja, wat heb je eraan? Ik denk niet dat ik hem ga gebruiken. Het zit er verder in. Hey, Botki van Feyenoord. Kijk, dat is leuk. Nolito. Storati. Monetti. Nou, hey, Mourinho. Dat kan misschien wel eens wat knaken opleveren. Mourinho. Zullen we die gaan verkopen of zal ik hem houden? Ik zit even te twijfelen. Ik ga hem toch maar verkopen. Want ik heb toch geen Premier League team op dit moment. Oh, dat valt eigenlijk nog tegen. 750, 800. Ik dacht dat zulke trainers toch wel ietsje meer waard waren. Maar goed. Helaas, helaas. Nou ja, het is beter dan niks. We gaan hem gewoon proberen te verkopen. Ook niet voor zo weinig. Dat is wel erg weinig. Dan doen we gewoon 600, 750 op 2. Die raken we wel kwijt, denk ik. Nou, hey, heb ik er nog een silver pack bij gekregen. Silver packje openen. Eens kijken, wat zit daarin? Er zit een... Zeutjes! Ik heb een Zeutjes! 44 pace! Man, wat een held! Zeutjes voor VVV. Ik heb hem gewoon. Lekker boeiend. Op naar de volgende. Eens even kijken. Volgende Jumbo pack. Kom op, kom op, kom op. Laat het wat leuk zijn. Het valt vast weer tegen. Het is een Fransman en een strijker. Is het Caimiro of Kermijn? Kermijn is het. Caimiro zit bij Atletico. Ik haal die namen door elkaar. Verrassend. Ik ben altijd zo goed in namen. Het zit er nog in. Fabian, El Yanoussi, Inan, Olson. Jo, hier een bos haar. En verder. Nou. Hoppatee, weg ermee. Dan mega packs en een gold player pack als eerst. Die mega packs die bewaren we even tot het laatst. Wat zit hier dan in? Braziliaan, CB, Schalke, Naldo. Joepie. Nou, Naldo is op zich nog wel redelijk wat waard volgens mij. Hij is fysiek sterk. Hij is niet zo goed meer als in eerdere FIFA's. Maar het is op zich een prima speler. Die gaan nog wel wat opleveren. Ik ga hem niet gebruiken, want mijn verdediging in mijn Bundesliga team is op zich prima. Dus ik ga Naldo niet gebruiken. Hij levert vast nog wel wat op. Kan ik weer andere spelers voor kopen. Dan mijn eerste mega pack. Jongens, jongens, jongens. Ja, ja, ja. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Het is een Spanjaard. CM. Ah. Het is een inform. Het is een Melero. Het is tenminste een inform. Mijn eerste inform, jongens. Ik ben wel blij. Ik ben wel blij. De eerste inform, maar niet de inform die je hoopt. Want er zit momenteel Nainggolan. Er zit Icardi. Er zit Hazard. Er zit Pogba. Insigne zit erin. In de team of the week momenteel. En dan krijgen we deze. En ja, het is beter dan niks natuurlijk. Je moet ook wel blij zijn. Zo is het ook. Maar... Dit is niet de inform waar ik op ik hoopte zo op Nainggolan, jongens, voor mijn Italiaanse team. Of Icardi natuurlijk, wat zou helemaal fantastisch zijn. Eén van die twee had ik gehoopt, maar helaas, het mocht niet zo zijn. Het is een andere. Nou, misschien zit hier dan nog wat in. Heb ik twee keer geluk. Twee keer geluk. Nou, laten we het zien, laten we het zien, laten we het zien. Oh, dit is wel nice, dit is wel nice. Wat is het? Een Deen. Het is Eriksen, ik weet het zeker. Ja, het is Eriksen. Yes, Eriksen. Lekker, lekker, lekker. Dan heb ik toch nog twee goede spelers uit die packs gehaald, jongens. Eriksen. Die gaat ook nog wel aardig wat opleveren, denk ik. Ik heb geen Premier League team. Ik ben ook niet echt van plan om een Premier League team gaan spelen, want ik vind dat een beetje afgezaagd. Hey, Ziyech zit er nog in, Huntelaar zit erin. Jongens, ik kan een Ajax team gaan beginnen hier. Oh. Ga ik niet doen, maar het kan wel. De Ligt zit trouwens ook in de Team of the Week. Wisten jullie vast al, maar die zit er ook in. Heb ik ook niet. Nou, een dubbele trainer. Nou, weg met die gozer. Verkopen op de E. Nou, dat was de pack opening van deze week. Ik ben eigenlijk wel heel blij. De vorige viel natuurlijk erg tegen. Maar deze is toch wel een heel stuk beter. Ik ben er blij mee. Hier laat ik jullie even mijn team zien, jongens. Dit is mijn Italiaanse team met Perin in de goal. Ik had eerst een leen Donnarumma. Maar goed, ik heb nu Perin. Hebben we Banaccia, Koulibaly, Malonas. Deze gozer, hoe heet hij ook alweer? Zielinski of zo. Hij is wel echt fijn. Hij heeft veel pace voor een middenvelder. We hebben Hamsik, we hebben Cuadrado.
Niang op links. Niang is ook een hele fijne speler, jongens. Heel snel. Dan hebben we Perisic, Ciro, goede speler. Hebben we op rechts hebben we Callejon, ook helemaal niks mis mee. En in de spits, jongens, Icardi. Hij is echt heel goed. 11 wedstrijden gespeeld, 17 goals gemaakt, 9 assists gegeven. Dat is dus gewoon heel erg goed. Ik ben blij met Icardi. Ik wil graag een inform. Maar die kosten nogal wat, dus dat zal voorlopig nog niet gebeuren. Maar goed, wie weet gaat dat nog komen. Dan gaan we naar mijn andere team, de Konyo's, jawel. Het Duitse team, Horn heb ik daar op doel staan. Heb ik Toprak, hebben we Süle en Sokratis in de verdediging. Hele goede verdediging. Tolisso, Keita en Sabitzer. Sabitzer heeft maar 78 rating, jongens, maar hij is echt heel erg goed. Hij is echt een goede speler. Dan hebben we Brand in vorm op links. Hebben we Bellarabi, hele fijne speler ook trouwens. Op rechts hebben we Müller. En de spelerreview van de week gaat natuurlijk over Werner. Mijn favoriete speler. 37 wedstrijden voor mijn club gespeeld. 50 goals maar liefst gemaakt. En 16 of 18 assists, ik kan het niet goed lezen. 18 assists volgens mij heeft hij gegeven. Hij is sinds vorig jaar, vorige FIFA, is hij mijn favorietje. Ik had hem met de Feyenoord carrière gehaald. En wat een held, jongens. Hier ook, kijk. 91 pace, 91 sprint speed, 92 acceleration. Dus hij is gewoon echt fucking snel. Attacking position 85. Hij loopt dus altijd goed vrij. Nou, altijd is wat overdreven. Maar hij loopt heel vaak goed vrij. 86 finishing is gewoon goed. Volley's zijn goed. Passing is wat minder. Alleen zijn short pass is redelijk. Nou, hij is qua dribbelen is hij gewoon echt hartstikke goed. Hij is redelijk sterk zijn fysiek. Niet heel erg super, maar... Maar ja, hij is gewoon heel snel, dus heeft hij ook niet per se nodig. Het is gewoon tot nu toe nog steeds mijn favoriete speler. En dan gaan we hier eens even kijken waarom, jongens. Ik heb even een paar dingetjes op rij gezet hier. Kijk, Keita links onder in beeld. Werner, hij gaat vrijlopen. Hij gaat vrijlopen, krijgt een goede paas. En jawel, hij scoort. Kijk, en dat vind ik dus zo fijn. Hij loopt zo vaak goed vrij, is snel. Dus niet meer te achterhalen. Hier ook geeft hij een assistje op Bellarabi. Bij de zien dat zijn passing ook gewoon goed in orde is. Hier ook koppen, ook dat kan die gewoon. Jawel, die gaat er gewoon in. Dan hier ook Tolisso in de dekking aangespeeld om zijn man heen en schieten. Ook dat kan hij gewoon. Nou, laten we even zien of hij ook nog een penalty kan nemen. Jawel, ook die gaat erin. Niks mis mee. Dan de laatste hier ook. Kan je zien dat hij ook gewoon een goede volley heeft. Was een soort dropkick dit, maar die gaat er ook in. Jongens, hele fijne speler. Die Werner, mijn favoriet momenteel. Dat was in ieder geval de team review of de team review, de speler review van vandaag. Wat vonden jullie ervan? Laat me even weten. Moet ik dit meer gaan doen? Stem even op polletje. Daar polletje rechts. Ik wil graag een Icardi review gaan doen volgende week. Laat even weten of je dat wil. Ja of nee. Als je nee doet, laat dan even weten of je dan geen review wil. Of van een andere speler. Laat het in de comments weten. Ja, komen we aan het einde van de video. Ben je nieuw? Nog niet geabonneerd? Gewoon nog even doen. Heb je nog niet geliked? Doe dat dan ook nog even. Ga ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Hopelijk volgende week weer een nieuwe pack opening. En ja, heb allemaal een fijne dag verder. Later. Ciao.